Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag zonder Roeland Stekelenburg, die is hopelijk volgende week weer van de partij. Te gast is Joost van Houten. Joost, je bent van Sentinels, onderdeel van Slimmer AI. Ik kom straks nog eventjes wat dat grote geheel er is, maar laten we even beginnen bij het product waarom jij hier nu zit. Wat doet Sentinels, wat doen jullie? Het is AI-gedreven transactiemonitoring om financiële misdaad te stoppen. En hoe doen jullie dat? En wat wij doen is, wij werken met financiële instellingen. Die hebben een verplichting om hun transactieverkeer te monitoren voor verdachte handelingen. En verdachte handelingen kunnen wijzen op financiële misdaden zoals fraude, witwassen, terrorismefinanciering. En dat klinkt dan misschien als witbordencriminaliteit, maar dat soort misdaden zijn vaak de laatste stap in het herintegreren van crimineel geld. Dus dan denk je aan drugs, wapenhandel, mensenhandel. En hoe monitoren jullie dan dat verdacht is, zeg maar? Wanneer wordt iets verdacht? Er zijn meerdere manieren om dat te doen. Dus je hebt aan de ene kant de klassieke methode, waar heel veel bedrijven alleen nog maar gebruik van maken. Dat zijn business rules. Dus die zijn handig als er objectieve risico's zijn. Dus als er bijvoorbeeld een regelmatig bedrag van boven de 15.000 euro wordt overgemaakt. Ja, dan werkt een regel en dan kan je goed zeggen van, dat vinden wij in ieder geval de moeite waard om naar te kijken. Ja. Maar wat wij ook doen is AI-modellen toepassen. Specifiek anomaly detection. Waar we eigenlijk kijken naar wat we hadden verwacht. Klopt niet met de werkelijkheid. En dan zeggen we, nou, daar willen we graag dat een analist naar gaat kijken. Maar ik moet toevallig denken aan een situatie recent. En er was geen crimineel geld, maar wel een afwijkend gedrag. Voorbeeldje. Ik had volgens mij, denk ik, mijn dochter mijn creditcard meegegeven. En die was in Amerika. En die ging 's nachts een nieuwe versie van een game doen. Dan kreeg ik meteen een... Ik sta niet bij hun bekend als gamer, denk ik. En ja. Ik deed midden in de nacht een transactie. Is dit, zeg maar, in kleine schaal, zou dit een voorbeeld kunnen zijn? Of moet ik aan dat type denken, alleen dan misschien op een andere schaal? Dit is fraude. Wij zijn meer gefocust op witwassen en terrorismefinanciering en het voorkomen daarvan. Dus bij fraude zijn ze bang dat in dit geval iemand jouw identiteit heeft gestolen en jouw pas. Mm-hmm. En daarom willen ze eigenlijk jou beschermen. En dan stoppen ze die transactie. Bij witwassen gebeurt dat niet. Want als je daar die transactie stopt, dan geef je eigenlijk een tip aan de witwasser. Van, nou, we hebben je door. En dan gaat hij het ergens anders proberen. Ja. En dat wil je niet. Nee, maar weet je wel, ik snap dat onverwachte of grote bedragen bijvoorbeeld, dat je natuurlijk dat een bel doet gaan rinkelen. Maar daarvan denk ik dan van, ja, maar dat was eigenlijk altijd al zo, toch? Dat klinkt bij mij bijvoorbeeld als een heel eenvoudig. Ja, nou ja, als ik kan wel een moeilijker voorbeeld geven. Ja? Dus als je, we werken veel met betalingsinstellingen. Daar kan je bijvoorbeeld een nep webshop hebben tussen je klanten. Dus als betalingsinstellingen probeer je die bij het onboarden al eruit te te zeven, maar het zou voor kunnen komen dat je bijvoorbeeld een vitamine supplementen webshop hebt en iedereen weet daarvan, misschien hebben ze dat al op dark web gevonden, dat als je daar een bepaald type product koopt, dat je eigenlijk drugs krijgt. En dan is het heel moeilijk om dat op te sporen. Ja. Want dan hebben ze de hele website nagebouwd en dan klopt eigenlijk alles. En dan moet je op zoek gaan naar die kleine afwijkingen die ze, ja, toch per ongeluk verdacht maken voor ons. Ja. En wat zijn dat dan voor dingen? Zit dat in taal? Wat zijn de dingen waar jullie naar speuren? Je kijkt dus naar het complete plaatje. We speuren daar niet zelf naar, maar gebruiken we onze algoritmes voor. Snap ik, ja. En dan is het een combinatie van variabelen. Dus we kijken bijvoorbeeld, nou, als je dit voorbeeld neemt, naar alle andere vitamine supplementen verkopers. En daar hebben we dan een pool van. En als je dan bijvoorbeeld prijsverschillen ziet, of je ziet heel veel transacties komen uit een bepaalde plek waar je dat misschien niet zou verwachten. Of iedereen bestelt om 3 uur 's nachts. En zo zijn er nog een heleboel kleine voorbeelden, ja, waarvan je denkt, daar klopt iets niet. Nee. Ja. Hey, waarom zijn jullie dit gaan doen? Hoe zijn jullie op dit idee gekomen, dit probleem om op te lossen? We zijn hier vorig jaar mee begonnen met dit product.
We kwamen in contact met een grote betalingsinstelling. En die was op zoek naar iemand die met hen samen dit kon ontwikkelen. Ze waren niet tevreden over de oplossingen die er op de markt waren. En voor ons was het duidelijk dat dat een probleem was met techniek. Dat als je alleen maar gebruik maakt van simpele regels om best wel complex gedrag, zoals ik net beschreef, op te gaan sporen, ja, dat je dan niet zo heel ver gaat komen. Ja. En vanuit onze AI-achtergrond, want we zijn een bedrijf met 10 jaar ervaring in toegepaste AI, dachten we van dat kunnen we beter. Ja. Ja. En wanneer ben jij, als je het nou aan het doen bent, wanneer ben jij blij? Waar word je gelukkig van? Ja, als onze klanten gelukkig worden. En die worden gelukkig van 2 dingen. Als hun opsporing alerts genereert die relevant zijn. Dus dat we geen false positives, maar vooral de true positives pakken. En de true negatives zo laag mogelijk houden. En dat we het afhandelen van die alerts efficiënt kunnen doen en met hoge kwaliteit. En dat betekent eigenlijk dat we zorgen dat de analisten het grootste deel van de tijd besteden aan de moeilijke en complexe cases. Die zou ik het leukst en interessant vinden. Ja. En de tijd minimaliseren op iets wat achteraf gezien toch een vals positief was. Hey, en hoe ziet het verdienmodel eruit? Waar betalen klanten voor? Die betalen een licensing fee voor ons product. En dat is gebaseerd op die 2 variabelen. Dus als wij het goed doen, dan halen we de nutteloze alerts, oftewel de false positives, die drukken we naar beneden. Dat scheelt werk en tijd. En ook het afhandelen scheelt werk en tijd. En daardoor leveren we een besparing voor hen, terwijl we zorgen dat ze compliant zijn aan de regelgeving die de DNB opstelt. Ja. Hey, er kwam een vraag vanuit een klant en dat was de aanleiding om dit product te gaan ontwikkelen. Dachten jullie toen meteen al, dit moet en kan een breder product worden? Of dachten jullie eerst, we maken de oplossing voor die specifieke klant? Nee, ik denk dat het in parallel is gegaan. Dus wij dachten vrij snel van, ja, dit is een hele grote markt. Dit is een probleem dat nog niet goed is opgelost. En daar werden we steeds enthousiaster van. Dus hoe meer we leerden over de markt, dachten we van, dit is ontzettend gaaf. En daarnaast konden we binnen 5 maanden onze eerste versie van het product lanceren. Daardoor zijn we ook veel gaan leren. En dat maakt ons steeds enthousiaster eigenlijk. Ja. En daarnaast is het gewoon een ontzettend gave missie om aan te werken. Iedereen bij ons team wordt er enthousiast van om misdadigers op te pakken eigenlijk. Jullie zijn boef aan het vangen. Precies, we zijn boef aan het vangen. Ja. Ja. En we maken daarnaast... Maar die zullen ook, weet je, het is natuurlijk altijd wel een kat-en-muis spel geweest. Aan de andere kant willen partijen ook zo slim mogelijk zijn. Dus jullie kunnen niet, zeg maar, achterover leunen. Absoluut. Ja. En onze klanten ook niet. En veel financiële instellingen die werken nog met oude systemen, software die 30 jaar geleden ontwikkeld is. En dat zijn vooral regels. En die moet je zien als hele simpele if-then statements. Ja. Maar ja, hoeveel variabelen kan je daarin stoppen? Dus als het gedrag dan complexer wordt en jij blijft met dezelfde methodes werken, dan krijg je dus heel veel false positives. Dan zie je het als een heel groot sleepnet dat je over die transacties gaat. Die transacties zijn ook gegroeid trouwens. Ja. Dus wat je dan krijgt is wat je ziet bij de grote banken onder andere. En daar werken ondertussen ongeveer 10% van hun mensen in compliance. En dat het grootste deel van die mensen die werken aan false positives. Want het gemiddelde in de markt is 99%. Ja. Moet je eens voorstellen dat je daar allerlei hoogopgeleide mensen hebt en die zitten dit soort geestdodend werk te doen. Ja. Nou, dat willen we helpen voorkomen. Ja, ja. Hey, is het ook een, wat je zei van de compliance, is het ook een verplichting van die bank om de inspanning, zeg maar, de inspanning die ze moeten doen, want ze hebben verantwoordelijkheid op dit gebied. Zegt de overheid van deze inspanning moeten jullie leveren? Hoe zit dat in elkaar? Ja, dat klopt. Hier is het op EU-gebied geregeld. Maar het is nog best wel versnipperd hoe daar door de lokale regelgeving, dus de lokale centrale bank, naar gekeken wordt en dat toegepast wordt. Die regelgeving neemt alsmaar toe, die wordt elke keer aangescherpt. Dat is eigenlijk begonnen toen met 9-11. Toen zeiden ze van, nou, we hadden dit misschien kunnen voorkomen als we hadden geweten wat voor transacties er waren gedaan. Dat is wel heel moeilijk, want terrorismefinanciering wordt met hele kleine bedragen gefinancierd.
Maar daardoor is het ingezet en is het steeds strenger geworden. Ja. Ja. Wie zijn jullie concurrenten? Dus, ja, ik zou graag twee type concurrenten willen onderscheiden. Dus ik noemde er al eentje. Dat zijn de meer klassieke spelers die al lang in de markt zitten. Die vooral regelsgebaseerde, geprogrammeerde software hebben. Mm-hmm. En dan heb je bedrijven zoals Slimmer AI. Die dit van een nieuwe angle willen benaderen. En vooral met algoritmes de alert generatie willen doen. Je zei eerder, van en nu ook, je hebt de bedrijven die zeg maar met de regels, de klassieke regels werken. En je hebt de AI aanpak. Jullie doen dit al een jaar of 10, AI inzetten, specialisme. Hoe dynamisch is die wereld? Hoe, die regels zijn van kunnen zeggen, nou ja, er zal ongetwijfeld ontwikkelingen hebben gezeten, maar relatief beperkt. En de computers werden sterker, daardoor kon je meer rekenen. Hoe dynamisch, hoe snel ontwikkelt de wereld van AI zich? Ja, enorm snel. Dus er komen steeds meer databronnen beschikbaar. Wij gaan ze daar zelf ook naar op zoek. Dus er zijn een heleboel ongebruikte databronnen binnen onze klanten, onze financiële instellingen. Er wordt onder andere bij het onboarden heel veel data verzameld. Dat kunnen we gebruiken. Er worden steeds meer scrapers bedacht om data aan te vullen. Dus dat is één kant. Daarnaast worden algoritmes slimmer. Dus dat is per definitie dynamisch. Ja. Door meer met klanten te werken, door hun feedback mee te nemen. En er worden nieuwe technieken ontwikkeld. Ja. Wat... De misdaad is internationaal van zichzelf. Wat zijn jullie ambities internationaal gezien? De komende jaar is het Benelux. En daarna willen we eerst in Europa en dan breder uitbreiden. We beginnen graag in Nederland, omdat Nederland en Noord-Europa in het algemeen een van de strengste regelgeving heeft. En toepassingen daarvan en toezicht daarop. Dus het is een goede startmarkt om in te beginnen. Ja. Hey, want ik zag je nou op jullie site volgens mij, waar jullie dat met de rocket science of scientist of niet? Waar je dat, wat voor mensen werken er bij jullie? Het is een grotendeels technisch bedrijf, dus we zijn een spin-off van de Universiteit van Groningen. Ja. En van de 45 mensen die er werken zijn 80% engineers en daarvan ongeveer de helft machine learning engineers. En jij? Ik heb een business achtergrond. Ja. Dus jij zit niet zelf aan de AI te werken. Nee, ik kan een klein beetje programmeren, maar daar lachen ze me wel uit hoeveel ik daarvan kan. Ja. Ja. Hoe groot is het team wat hier aan werkt? We zijn met 22. Ja. En dat zijn voornamelijk programmeurs? Dat is ondertussen een mix. Dus waar Slimmer AI vandaan kwam, is echt een pure technische club. Deden we AI-projecten eigenlijk voor verschillende bedrijven. We hebben vorig jaar een transitie daarin ingezet. We zijn onze eigen producten gaan ontwikkelen. En met die transitie hebben we ook nieuwe profielen aangenomen. Dus denk aan product managers, meer commerciële rollen ook. Als jij... waar zie je... Kijk, met AI kan je eigenlijk alles, hè? Zou je kunnen zeggen, op een bepaalde manier. Heel veel problemen, kun je alles waar data bij komt kijken, waar je kan leren van het verleden, et cetera. En daar zouden de engineers in Groningen het mee oneens zijn. Ja? Dat komt ook misschien omdat het Groningers zijn. Die zijn best wel nuchter, dus die kunnen zo tegen een klant zeggen van, nou, dat kan je niet doen met AI. Ja. En dat is ook goed. Weet je, het is belangrijk om voorbij de hype te gaan. We moeten naar toegepaste AI die echte problemen oplossen. Ja. Het wordt steeds makkelijker voor iedereen om AI in te zetten. Ik bedoel, als je een beetje kan programmeren, dan kan je open libraries van scikit-learn gebruiken. Ja. Maar dat betekent niet dat het meteen een nuttig product is. Nee. Dus ja, iedereen kan AI gebruiken, absoluut. Maar is het nuttig en is het altijd nodig? Nee, maar de vraag kwam eigenlijk ook meer vandaan. Van welke, weet je, zeg je nu van wat wij willen doen als... Als grote club, is die financiële wereld of is dit, is Slimmer AI, pakt problemen aan die bedrijven hebben en kijkt of AI er een oplossing voor is
En is dit daar één onderdeeltje van? Hoe zien jullie dat? Hoe ziet dat staat? Zijn jullie binnen het bedrijf gepositioneerd? Dus we zijn als bedrijf gefocust op toegepaste AI-software voor de B2B-markt. En wij zoeken naar problemen waar we samen met de mensen die in een bedrijf werken, zeg maar, hun werkproces kunnen verbeteren. En daardoor wordt het weer het werk, en dat is misschien een beetje een ideaal beeld, weer meer human. Ja. Dus dat noemen wij people-powered AI. En kun je andere voorbeelden geven van wat slimmer doet? Ja, dus hiernaast hebben we een product gericht op de wetenschappelijke publishing. Dat is een exclusieve klantrelatie. En daar zijn er meerdere producten voor één klant. En daarnaast hebben we Slimmer AI Labs. Zie dat als een incubator waar we op zoek zijn naar onze volgende producten. Ja. En wat zit er nu in het lab? Er zit van alles in het lab, maar dat is nog best wel een validatie. Dus daar zijn meerdere producten tegelijk, of productideeën zijn we daar tegelijk mee bezig. Ja. Hey, wat kom je tegen als je met een, je zei het eerder al, financiële instellingen, daar wemelt het terecht van de regels en dingen waar je mensen aan houdt. Welke problemen zijn jullie daar tegengekomen in die samenwerking? Ik denk niet per se problemen. Welke hobbels heb je moeten nemen? Ja, dus ik denk security is een hele belangrijke. De betalingsgegevens van mensen zijn misschien wel het meest beschermde dataproduct. Ja. Dus daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Daarnaast zijn sales cycles heel lang. Dat is iets eigen aan de industrie. Ja. Voordat je je klant binnen hebt, bedoel je? Ja. Precies. Veranderende regelgeving, dat is ook iets waar we onszelf mee kunnen beschermen. Want als wij daarin voorlopen, dan zullen mensen eerder geneigd zijn met ons te werken. Hm. Dus dat zijn er een paar. Ja. Willen partijen nog exclusiviteit, zeg maar? Zijn er banken die zeggen van, ja, weet je, wij willen dat jullie voor ons werken en niet voor een ander? Nee, sterker nog, ik denk dat de trend de andere kant op gaat. Dat zie je ook met bijvoorbeeld Transactiemonitoring Nederland. Dat is een initiatief van de zes grote banken in Nederland. En die werken samen aan een manier om data met elkaar te gaan delen. Om zo met elkaar opsporing, soort gezamenlijke opdracht te maken. Ja, dan is het onmogelijk om exclusiviteit te doen. Ja. Of aan te bieden. Ja. Ja. Zie jij anders, als je naar mogelijke internationale uitbreiding kijkt, wat zijn daar hobbels die je moet nemen? Want theoretisch zou je zeggen, het zijn transacties, het is overeenkomsten in verschillende landen zijn groot. Of zijn criminelen per land nog, hebben die nog een eigen kenmerken? Moeten jullie daar ook nog andere dingen voor invoeren? Nou ja, de manier dat wij er naar kijken is, zie je het alsof je in elk land een nationaal politiebureau hebt. En elk land heeft dan toch een beetje een andere aanpak van politie. En dat is deels cultureel, dus normen en waarden zijn anders, maar ook regelgeving is anders. En daardoor kunnen de tools wel hetzelfde zijn, maar je zal lokale aanpassingen moeten maken. In de manier dat je met mensen werkt, in de manier dat we onze tools configureren. Maar daar kunnen we aanpassingen in doen. Ja. Dus er is wel echt een lokale aanpak vereist. Ja. Dus je moet met lokale mensen die de taal spreken, die de mensen kennen, weten wat. Ja, sterker nog, dus bij een bedrijf, beginnen meestal met een SIRA, dus een risicoanalyse van welke risico's zijn er op dat bedrijf van toepassing. En daar moet je het ook het product op aanpassen. Dus zelfs binnen een land kan het zijn dat de ene klant een hele andere invulling heeft met ons product van hun bescherming dan de andere. Hoe internationaal is het, is jullie team? Heel interessant. Dus wij, van de 45 mensen zijn er nu denk ik 15 van buiten Nederland. En dat is best wel divers. Dus dat is Europa, maar ook de US, India. We worden steeds internationaler. Ja. Ik denk dat er heel veel kracht is in dat soort diversiteit. Ja. Ook in diversiteit tussen mannen en vrouwen. Dus we gaan met de recente hires die we hebben gedaan richting 30%.
En dat is in die wereld veel. Dus we zijn ook heel trots op onze machine learning engineers en andere technische rollen van diverse achtergronden. En dat hebben we ook nodig. Ja. En hoe halen jullie mensen naar Groningen? Wat zijn dingen die voor hun belangrijk maken? Want jullie zitten ook met topmensen, die kunnen over, als ze willen, kunnen ze kiezen. Ja, dus deels komen een groot deel van ons van talent uit Groningen. Ja. Dus er zit een hele goede AI-opleiding aan de rug. En daar zijn we ook vanuit ontstaan. Daarnaast moeten we mensen overtuigen natuurlijk. En dat doe je deels doordat je op een markt werkt of op een probleem werkt met zo'n ontzettende sociale impact. Maar ook omdat we aan toegepaste AI werken. Dat je echt gewoon verschillen gaat maken. En we werken aan problemen die nog niemand heeft opgelost. Ja. En Sentinel is daar een voorbeeld van. Maar hoe maak je dat? Hoe komen die mensen dat te weten? Ja, behalve als ze misschien in Groningen studeren. Want dan vertelt iemand ze dat jullie er zijn, zeg maar. Weet je wel, zijn die ook actief in je verhalen naar buiten te brengen? Of wil je zichtbaar zijn als thought leader, zeg maar, in je branche? Absoluut. Ja, en dat doe je natuurlijk door evenementen te organiseren. Door naar de universiteit toe te gaan als je op zoek bent naar starters. Ja. Maar ook marketing is daar ontzettend belangrijk bij. En dat is waarom we vorig jaar onze website ook helemaal en onze brand helemaal opnieuw hebben uitgevonden. En daarmee merken we, en we zijn nu veel aan het hiren, dat we goed mensen kunnen aantrekken. Ja. Hey, en waar wil je over een jaar staan met je bedrijf? Of met het product? Laten we het even kleiner. Met Sentinels. Dus ik zou graag nog 10 PSP's aansluiten. En daarnaast zorgen dat we klaarstaan om verdere internationalisering te gaan doen. Maar ben jij degene, ben jij aan het werven? Ga jij morgen met je achtertas naar de bank, zeg maar? Oh, absoluut, ja. Ja? Onder andere. Maar we doen dat met meerdere. Ja. Ja. Hey, en wat merk je dan hoe is je pitch in de loop der tijd veranderd? Je moet ook leren van wat moet ik zeggen? Wat sluit aan op hun wereld? Wat heb jij daarvan geleerd, van dat traject? Nou, we hebben we scherpen onze pitch en onze demo natuurlijk elke sessie aan. En verzamelen daar feedback van de markt en dat geeft ook sturing aan onze productontwikkeling. Ik denk een van de grotere keuzes die we hebben gemaakt is om meer te gaan focussen op betalingsinstellingen. En dat is omdat die vaak hun data op orde hebben. Sneller beslissen dan bijvoorbeeld banken. Minder legacy systemen hebben. En daardoor kunnen wij ook sneller een product hebben dat goed werkt voor hen. En dan kunnen we door naar de volgende. Ja, ja. Banken zijn eigenlijk niet de idee, dat ik zou zeggen, daar kan je niet de snelste aan de bak. Nee, klopt. Ja. Ja. Dus die moeten die stap nog zetten en dan ga je dat rondje weer maken. Daar praten we natuurlijk ook mee en daar gaan we graag mee werken. Alleen met het tempo dat ze beslissen zou dat nog wel even kunnen duren. Ja, oké. Okay. Nou, mooi verhaal. En dat lijkt me inderdaad een fantastische business. Want ook hier toevallig, zat een gast voor jou aan tafel. Daar ging het eigenlijk ook een klein beetje over. Enerzijds de AI en de slimme techniek. En anderzijds het tastbare. Die combinatie is bij jullie dus ook eigenlijk een kracht. En maakt het leuk om aan te werken. Ja, en ik ben ook wel blij dat de trend is in AI. We moeten, zoals ik zei, we moeten weg van de hype. Ja, mooi. Hey, heel erg bedankt en succes ermee. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website Jetstream uit Groningen voor de livestream. Dan hebben we nog Bier & Co. voor de biertjes en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Volgende week dinsdag zijn we er weer.